jasje aan, maar die vind ik niet leuk met die split hier. Robin, verhaal. Haar. Laatstreepje. Het is zo heet. Hoi, mijn naam is Sarah Verwoerd en leuk dat je kijkt bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag een dag naar Amsterdam met een vriendin van mij. En het is vandaag trouwens dinsdag. En we weten nog niet echt wat we gaan doen, maar kijken wel. Ik heb dit topje aan van de H&M volgens mij. Deze is gewoon een zwarte broek en laarsjes. Het was mij best wel mooi weer, dus dat moet wel goed komen. En ik doe denk ik gewoon iets van een spijkerjasje hierop. En ik moet nog even een tasje pakken. Het is nu 11:55. Ik moet om 1 uur de bus pakken, dus ik heb nog wel eventjes het tasje erbij gedaan. En ik doe gewoon mijn leren jasje erbij. Dat is denk ik wat leuks. Maar ik moet nu even wat gaan eten. Vandaag is trouwens, net de vlog van vorige week online gekomen. En ja, dat is natuurlijk voor het eerst weer dat ik een beetje vlog. Dus ik ben heel benieuwd hoe de mensen erop gaan reageren. Of het een beetje... Oké, ik heb wat gegeten. Ik moet even mijn oortjes pakken. En dan ga ik weer fietsen. Ik heb er echt geen zin in, maar zeg maar 10 minuten. Ik ben helemaal buiten aan de trap. Maar we zitten in de trein onderweg naar Amsterdam. En we zaten een vriendinnetje van mij en zitten allebei op dezelfde opleiding ook. Dus, we hadden het net over stage en over schooljaar. Maar ik vergeet altijd wat het laatste is waar we het over hadden. Want als we daarop reageren en toen begonnen met filmen en dan weet ik niet meer. Maar we gaan zo meteen eventjes wat eten of zo. En we gaan dan even de stad in. En we gaan wel even kijken wat we gaan doen. Wat doe jij nou? Oh! Ik denk hoor. Leuk, we zitten bij café. We zijn in Parijs! Was het maar zo. Yummy. We zijn even winkel gegaan, we staan in de Bershka. En ik heb even drie dingen van te snel gepast, dus ik laat jullie even zien. Deze flarebroek. Dan ik heb dit rouge. Onderbroekje. En gewoon een zwarte leg. Dus ik ga dit passen. Ik heb nu dit blouseje aan, maar die vind ik niet leuk met die split hier zo. Ja, die vind ik ook niet heel leuk zitten. Het is een beetje een soort pyjama broekachtig. Oké, ik heb nu die zwarte legging aan. Dus die ga ik ook doen. Ik heb deze ook trouwens in het rood. Die had ik in vorige vlog aan. Maar die blouse gaat hem niet worden. Maar de legging vind ik wel leuk. Die is wel leuk. Dus dat wordt hem alleen. Helaas. Rox. Vissen. En er is ook eentje bij dat dingetje van Tars. Dat was een drama. Vind ik eigenlijk wel leuk, maar dat is niet. Kijk, bij mij, waarom is hij nou? Hier, die sterrenbeeld erop. Ik ben vissen, maar ik wil niet. Oh, daar hangt hij ook, ja. Wat een leven. Maar ik voel me echt een soort ziek aan het worden of zo. Oh, ik zie er ook weer niet uit. Het is alleen maar L. We zijn op t-shirt jacht, nee, maar... Het is echt lelijk, kijk dan. Het lijkt net vies of zo, alsof je geverfd hebt. Ja, verfdingen opgekomen. Nou, zoeken jullie eens even mee naar een leuk shirt. Ik kan hem niet vinden. Ik zit op de fiets onderweg naar huis. Het is nu iets van 6:15. En het is zo mooi weer. Lekker, kijk het zonnetje. Maar ik voel me een beetje ziek of zo. Ik ga zo denk ik even in bed liggen. Ik zou vanavond eigenlijk gaan sporten, maar ik denk dat dat niet meer doorgaat. Ik heb trouwens uiteindelijk alleen
die zwarte legging gekocht. En verder zijn we niet echt veel winkels meer ingegaan, omdat het al best wel laat was. Want we hebben echt super lang gepraat toen we gingen eten. Oh, ik ben zo moe. Ik ben al een beetje thuis. Ik heb net avond gegeten, maar ik heb echt zo weinig gegeten. Ik heb gewoon echt geen honger. Ik ga nu douchen en mijn bed in en slapen. Het is nu 8 uur. Het is echt nog maar 8 uur, maar ik moet morgen werken om 7 uur. Want ik moet zomaar de winkel openen en dan brood gaan doen en zo. Dus dat moet altijd wel vroeg. En dan moet ik werken tot 1, dus dat valt wel mee. Goedemorgen allemaal, het is woensdag en het is echt 7:15 en ik ben zo moe. En dat kon ik gisteravond echt niet slapen. Maar ja, ik ga nu naar mijn werk toe. Ik voel me wel iets beter, maar niet helemaal. Maar ik ga wel gewoon. Oh, ik ben echt ziek volgens mij. Het is echt niet goed dit. Oh mijn god, ik kom net thuis van werk. Ik ben eerder naar huis gegaan, ik voelde me echt niet lekker. Ik ga nu echt gewoon mijn bed in en slapen, want... Ik zit bij mijn vader lekker in de auto. Ik was bij mijn tante wezen eten, super gezellig. Ik voelde het niet zo lekker, dus mijn vader had me opgehaald bij de bus halen. Watje! En nu ga ik weer lekker slapen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is zo mooi weer. I love it. Eindelijk. Want het moet echt mooi weer worden. Ik heb echt zo'n vakantie gehad. En ik heb echt zo weinig mooi weer gehad gewoon. Echt jammer. Ik ga even wat eten. En dan ga ik over 1 uur en 10 minuten werken. En dan ga ik na mijn werk naar Isabel toe. Want ik eet bij Isabel. En dan gaan we naar de kermis. Want zoals ik al zei, is het dus kermis bij mij. En ook tentfeest. Dus daar gaan we misschien ook heen. En daarna gaan we misschien nog uit. Maar dat moet ik nog even kijken, omdat ik natuurlijk ziek ben geweest. Dus ik weet niet of ik dat ga doen. Dus dat is een beetje de planning. En dan morgen ben ik de hele dag vrij, gelukkig. Geef mijn broer en zijn vriendin een barbecue. Dus super gezellig. En dan daarna ga ik ook weer naar de tent. Dus we zien het allemaal even. Maar nu moet ik even wat verzinnen om te eten. Dit is zo slecht. Maar dit is zo lekker. En ik ga dit nu eten. Hey. Ik ben nu met mijn neefje. Dat is Emiel. Het is echt mijn beste vriend. Wil je ooit zeggen? Hey. Echt zo'n schatje. Het is echt mijn allerbeste vriend. Ik zit weer op de fiets onderweg naar werk. En ben weer veel te laat. Het is 58 en ik moet om 1 uur op mijn werk zijn. Maar ja, het is echt 1 minuut fietsen, dus het maakt ook niet uit. Ik weet niet of je me hoort. We zijn onderweg naar Isabel naar huis. En dan gaan we daar eten. Even wat koken. En dan gaan we daar naar de kerk. Er zit mij te filmen, want ze is ook aan het vloggen. Echt leuk. En het is 8 uur. Ik ben nu pas klaar met werk. Ik zou eigenlijk 7 uur klaar zijn, maar dat is zo druk. Niet normaal. Niet echt of ik ga drinken, omdat ik natuurlijk ziek was. Maar dat, eenmaal als we er zijn, dan ga ik sowieso al weer drinken. We hebben lekker grilltjes met kruiden. Heel lekker. We hebben drumsticks en kerstboom. Nee, gewoon een olijfolie. Ja, dat is beter. Wat is die lifestyle? Daar hebben ze helemaal. What the fuck? Wow. Wat gebeurt daar? Oh, ik ben echt bang voor dit vuur. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Ik word zo moe van deze meid. Het duurt 100 jaar altijd. Ja, sorry, maar ik had gewoon haast. Ja. Echt ongelooflijk dit. Okay, ik weet niet of je me ziet, maar het is nu 9:30. We hebben om 10:00 afgesproken. Dus we hebben zich nu omgekleed en opgemaakt. Maar ik moet ook nog omkleden en opmaken. En ik moet nu naar mijn huis fietsen. Nou, zijn we over 1 kwartier. Dus heb ik nog maar 10 minuten om dat te doen. Dus dat redden we niet. Dus, en die bal, die moet er van alles doen. En het
dit is echt gewoon zo ons leven. Gewoon altijd haast en gezeik. En... Zo, ik heb me omgekleed. Ik heb deze broek aan die ik nieuw heb gekocht. Met dit tasje. En dan dit topje erop. En ik ben er ook. Nou, oh, wat moet ik doen? Ik heb dit topje aan. Ik lek echt op een dooie. Van een geen idee. Deze broek, fucking leuk. Nou, is dit. En deze tas en mijn laarzen. Nou, en we gaan. Shout-out to Sarah, man. So hey, kom in de vlog, man. Kom in de vlog. De strijd gaat beginnen. Laten we maar even horen. Zit er goed in, vriend? Ja, zit er in. Oké, we zitten weer op de fiets. We zijn onderweg naar Romee. Die moet op de auto. En dan gaan we uit. In Alphen. Bij Amsterdam. En fucking stom waarschijnlijk. Ik is zo zwart, maar zien. Maar we gaan er gewoon heen, weet je? Wat dan nog niet? Shutdown, zijn daar binnen met het team. Wat in mijn doen, yeah. Alleen wij, alleen wij. Hallo, ben je ready? Ik was het niet. Ik ben niet beschot, het is een one night even eten. Kijk, we hebben hier frikandel, maar alles is al. Weeshuis. Oh, ik wil nog wel een beetje. Oh, hier is wijn. Glas. Kijk, we hebben lekker watermelon wine. Kijk erop. Lekker wijntje. Oh, wat lekker. Is voor mij dan? Oh, ja. Een shout-out. Nee, hoe heet je op Insta? Robin heet ik op Insta. Robin. Verhaar. Laatste streepje. Wauw! Koud frituur. Het wordt een vlog hoor. Vlog. Je woont op de vlog hè? Oké, ik zie er echt niet uit, maar we zijn nu bij Bo thuis. Om even wat drinken. Gewoon even in de jacuzzi en dan gaan we even ontleden, douchen en alles. We moeten ook even wat eten halen, wat gaan we doen? Ja, we moeten echt wat eten ook. Ja, Bo ook. Maar. Oh mijn god, mijn hoofd. Ja. Super lekker biefstuk met champignonnetjes gemaakt. Lekker carpaccio. We gaan lekker Temptation kijken. Love it. We gaan lekker in de jacuzzi. Yeah. Oh, het is echt heet. Het is echt zo mooi weer. Oh mijn god. En nou, we zitten nu even in de jacuzzi. We gaan zo meteen dan even douchen en zo, omkleden. Dan gaan we naar mij toe, want mijn broers vinden even een barbecue. Dus gaan we daar eten. Komt Isabel nog uit werk, want die is nu zo aan het werk. Dan gaan we vanavond weer naar de tent. Oh, yummy. Hapje.
antisociaal uur. Geen idee of je me ziet. Nee, maar ik loop hier met Bo. Zullen we gaan lopen naar huis. Het was echt niet zo'n leuke avond. Ja, wat wel gezellig. Ja, het is wel gezellig, maar normaal is het veel leuker. Ja. En gisteren was het zelfs nog leuker. Gisteren gratis was hij vandaag ja. Een te kopen. Had ik het geweten, had ik... Wat doe je nou? Nou, even zo lopen. Oh. Gewoon in het gras lopen. En ja, het is nu bijna 2:30, we gaan lekker slapen. Morgen ga ik werken en dan ga ik daarna lekker naar het strand. Dus goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Het is op het moment 12:00 en ik sliep gisteren rond 2:30, dus ik heb op zich nog wel uit kunnen slapen. Ik moet zo meteen werken, van 1 tot 7. Mijn stem doet zoveel pijn, ik kan echt niet eens praten. En dan na 7:00 ga ik lekker naar het strand, ga ik er eten, supergezellig. En dan morgen moet ik weer werken. En dan ga ik weer naar de tent. En dan is het weer zon. Ik ga nu even een serietje kijken en even wat eten. Helemaal, ik ben net thuis van werk. En ik heb me heel snel omgekleed. Het gele jurkje gewoon aan. Met dit tasje. En ik ga nog even een leuke laarsje bij aan doen. Ja, lekker. Maar het ziet er echt goed uit hoor. Ze hebben leuk, ze vissen. Ja. We staan te wachten op onze ouders. Wat is dat? Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik moet weer werken, want ik heb leven. Ik moet werken tot 5:00, dan ga ik snel naar huis, snel omkleden. Ga ik snel naar de kermis, ga ik daar met Isabel en Bo waarschijnlijk even wat eten. Dan zo de tent in. Oké, ik kom net thuis van werk, ik ben heel snel omgekleed. Ik heb dit topje aan, dit tasje en dit broekje. Heel leuk. Zo maar zo van de zijkant dit. En ik heb korte broek aan, want zo... Nou, het is niet helemaal heet. En ik heb gewoon mijn vans eronder aan. Nou, ik ben onderweg aan het lopen naar de kermis. Het is zo heet. En het is echt 10 minuten of een kwartier lopen. Nou, het is echt 3 minuten op de fiets, maar mijn fiets staat nog steeds bij Romee. En ik heb echt geen zin om die op te halen. En daar zitten ook al mijn fietssleutels en zo. Dus echt niet handig. Maar Isabel en Bo die zijn er dus al, omdat ik moest werken. Daarom de eerder. Ik ben nu naar hun aan toe lopen. Maar het is echt dit weer, jongen. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels de volgende ochtend. Ik zit even uit te zetten. Ja, ik sluit hier bij de vlog af. Het is nu al maandag, dus eigenlijk begint nu een nieuwe weekvlog. Ik hoop dat jullie de vlog heel leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mij. Vergeet niet de notificatiebel aan te zetten. Op die manier ontvang je altijd een melding als ik een nieuwe video upload en mis je mijn video's niet. Vergeet ook niet een blauw duimpje omhoog te geven en een reactie achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.